Ja, toen ik het eindelijk op de middelbare school kreeg, vond ik het zo leuk. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen? Nou, ik heb het zelf gekozen omdat ik zelf best wel veel bezig ben met de Duitse taal eigenlijk wel. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Nou ja, ik vond Duits wel heel leuk op de middelbare school. Ik heb vrienden in Duitsland van mijn ouders en dat is eigenlijk familie. Dus ik kom daar 2 keer per jaar. Zij kunnen geen Nederlands en toen ik 6 was ongeveer ging ik vragen, nou ja, hoe moet ik eigenlijk vragen of ik wat te eten mag of wat te drinken? En zo ging dat en gingen steeds meer gesprekken voeren. En uiteindelijk kreeg ik het op school en vond ik de grammatica echt super leuk meteen al. En eigenlijk heb ik heel vroeg op de middelbare school de keuze gemaakt om leer Duits te worden. Ik vind het zelf een hele leuke taal om uit te oefenen. Plus, er is genoeg banenkans in. Ik kan sowieso een baan krijgen. Dat is het grote voordeel ervan. En het is ook gewoon leuk dat het ook gewoon Duitsland ligt ook in Europa zelf. Dus ik kan ook heel vaak gewoon naar Duitsland toe reizen en ook gewoon het taal zelf spreken. Ja, nou bij mij was het meer een last minute keuze. Ik wilde eigenlijk iets in de economie doen, maar wel met talen erbij. Ja, en ik ben met mijn broer toen een keer meegeweest naar een meeloop, nou tenminste een open dag. Heb ik er toch na lang over nadenken toch ervoor gekozen. Want ja, Duits vond ik gewoon een leuke taal, nou vind. En ja, de geschiedenis, dat vond ik gewoon ja, super interessant. Sinds groep 8 al. Ja, ik heb dus de lerarenopleiding Duits gekozen omdat ik best wel vlak bij de grens woon. Al kinds af aan heb ik al veel met de Duitse taal, ben ik daar mee in contact geweest. Bijvoorbeeld televisie kijken in het Duits, vaak naar Duitsland gaan. Dus ja, toen ik het eindelijk op de middelbare school kreeg, vond ik het zo leuk dat ik eigenlijk voor Duits heb gekozen. En ik wilde graag in deze opleiding kijken hoe het is om leraar te zijn. En toen kreeg ik ook nog eens in HAVO 4 een hele leuke docenten. En zij vertelde dat ze dan die opleiding ook hier had gedaan. En toen op de hand gaan kijken en toen was het gewoon een match. En toen wilde ik het per se doen. Dus ja.